Een hele goede morgen allemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 6 maart. En vandaag is my birthday. Yes. Ik ben even aan het werk. Ik ga zo weg. Ik ga vandaag helaas niet filmen daar, want ik heb een begrafenis. Maar ja, weet je, uitgesproken ga ik gewoon daar niet filmen. Want dat vind ik niet zo gepast. En het is nu... Even kijken, het is nu 9:15 en over een uurtje gaan we weg. En ik heb mijn broek al klaar liggen en een trui ga ik aan doen, een zwarte trui. En ja, de stad, super, niet zoveel zin in. Want het is natuurlijk nooit leuk, maar we gaan het gewoon het beste van, maken. En jullie gaan weer mee in mijn week, dus let's go. Morgen, het is vandaag dinsdag 7 maart. Zoals je kan zien sta ik in het bushokje. Te wachten op mijn bus is wat ik aan heb vandaag. Echt leuk. Jasje Poeler, Sjaalparmark, trui aan hem, Bershka, schoenen Zara, tas, stof en modellen. En ik heb nog deze tas mee. Die was niet vergeten bij mij. Tot naar schooldag tot 5 en daarna ga ik met Nina, Lisanne, Emily en Lise even drinken bij de Ruidouwe. Voor een verjaardag nog gezellig. Dus super zin in. En ja, die schrik je zo weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag... Neem ze nou op of wat? Weet ik niet. Het is vandaag vrijdag 10 maart. En vandaag ga ik iets leuks doen. Vandaag ga ik naar Ahoy. Naar Be Brave. Zijn er bij Ahoy. Ik ben hier. En ik ben met Jordan. Yeah. Jose. Fuck yeah. Jamie hier. Hi. Oh. En het is nu 12:22. En... Hoe leuk zijn die truien? 23. 22. Ik heb net eten gehad bij de Dirk van den Broek. En net oordopjes gehad bij de Primark. En nog steeds Ahoy. En wij gaan nu... En wij gaan nu naar de uitgang. Wij gaan nu naar de uitgang en dan gaan we lekker Be Brave meeten. Ik weet niet of jullie me horen, maar we zijn... Dus die man stopt met praten. Ik weet niet of jullie me horen. Hou je dan! Maar we zijn binnen. Ik weet niet of jullie me horen, maar we zitten nu lekker vooraan hier. Ik ben nog steeds met Jamie, Jordan. Ik ben met José. Met Laura. Yay! En wij zitten lekker vooraan. We kunnen alles goed zien hier. But I make up your mind, what do you mean? Ik ga hier zo meteen staan, hè. Doei. Het wordt super leuk. Ik ga proberen om het hele... Ik ga proberen om het hele concert te vloggen voor jullie. Maar, kleine stukjes. En ook heel veel op Instagram, Snapchat en zo. Bad.
mogen jullie de bonus ook nog vragen aan iedereen die van de mooie jongen geschikt is, handen, ook iedereen die het niet heeft. We gaan staan. Sta al. Ik wil dat jullie gaan staan. Ik wil dat jullie gaan staan. En het is helaas afgelopen voor onze begrijpende handen. Als je kan zien, lig ik weer in bed. Het is nu om 12 uur. En morgen gaat de ticketverkoop in van Be Brave, hun afscheidstour. Ik ga proberen een ticket te bestellen. De tickets zijn wel €25. Maar ik heb het er wel voor over. En het concert was super gaaf. Ik heb nog met een foto met cashjes. En die hebben jullie kunnen zien op mijn Instagram. De Instagram zal in de beschrijving staan. En ja, ik ga dus nu heerlijk slapen. Want ik ben echt kapot moe. Dus, ik zie jullie morgen weer. Tot zaterdag. Dus tot morgen eigenlijk voor jullie. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen naar Rotterdam toe. Ik heb namelijk vandaag afgesproken met Ruby. Om even naar de stad te gaan. Superleuk, super veel zin in. Dit is wat ik draag. Deze trui komt van de H&M. Eigenlijk weer dezelfde outfit als gisteren. Maar deze trui zit zo ontzettend lekker. Trui, H&M, broek, Bershka, schoenen, Zara. En nadat ik met Ruby heb afgesproken, heb ik iets afgesproken met Ian om even lekker iets te gaan eten. Dus dit wordt heel erg leuk. Een leuke dag. En misschien gaan we nog naar Ahoy. We moeten even kijken. Denk het wel hoor. En ja, dit is het. We gaan er vandoor. Oh ja, trouwens, we zijn nu beneden. Of van de hondjes zijn we van de trap aan het leren lopen. En bij Ahoy! Hallo! Hallo! Wat is er net gebeurd, Amy? Vertel het nog een keer. Nou, wij gingen met camera. We kwamen hier aan en toen wilden we naar binnen, maar dat mocht niet. En omdat het dus besloten is, een optreden van Be Brave. Dat is kut. Terwijl ik een DM had gestuurd naar KPN van, hey luister, waarom is het besloten? Toen zei ze, ja, je kan gewoon naar binnen komen, dus dat is ook raar. Zoals Kok zei gisteren, het is gewoon een fucking kutorganisatie. Kut KPN. Kok van de fanclub. Ik weet het niet. Dus ja, en we staan nog bij Ahoy. En het is nu dag nummer 2 van wachten voor Ahoy. Yay. We zijn in de HEMA, lekker aan het drinken. Ja, we zijn in de HEMA. Marleen. Vloggie. Daar hebben we Amy weer. Alleen FW. Oh, nee, ik heb hier. Dan moet je even aan hebben. Jammer. 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 Allemaal kijken. Dat is, oh wacht, femke295x.weebly.com. Weebly? Ja, want ik moet nog bellen. Oh ja, W-E-E-B-L-X-I. Oké, Weebly dus. Ja. Want jij hebt geen website, hè? Nee. Oké. Nee, maar ik moet hem nog aanpassen en zo, dus hij is nog lelijk. Kijk onze ijskoffie en kijk onze taart zit weg. En dan hebben we lekker gegeten. Oké. Rachel, wat heb jij met je... wat heb je met je pak gedaan? Oh, hallo! Luister! Ik, zoals je kan zien, sta ik nu in het bushokje in Pijnakker te wachten. Ik ga lekker met de bus terug naar huis. En het was een superleuk dag. En ik heb een foto met... Wow. En ik heb een foto met Kai gemaakt. En het was een superleuke dag. Ik ga thuis nog iets doen. Vlog bewerken. Deze vlog. Dit wordt echt een set, een vlogje. Maar ook wel een hele leuke vlog, hoop ik. Een droevige slash... Vergeet niet vlog of zo. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Nog 5 minuten wachten op de bus. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was super gezellig met Ruby, Amy, Marleen, Daphne, Femke en Rachel. Ik ben dus weer thuis. Ik heb gegeten. Massie. Super lekker. En ik heb een foto vandaag gemaakt met Kai. Die hebben jullie in het thumbnail gezien. En ik heb ook nog wat anders gekocht. Maar dat heb ik jullie niet laten zien. Ik heb namelijk de Grazia gekocht. Deze was €3 of €2,99. En er staat zeg maar een artikel in over de machtigste vloggers. Hoe zij 5 miljoen followers beïnvloeden. Dit nummer. Ik laat het nu gewoon even nog wat van dichtbij zien.
Oké, dit nummer dus. Met Marcia, Monica, daarachter Laura, Teske en Noor. En hier staan zeg maar ook allemaal hele leuke artikelen in. Bijvoorbeeld dit van Noor, van Noor, Teske. Eens kijken hoor. Maar ook van Laura en hier nog gezamenlijk. En dan hier staan Marcia en Monica. Dus ik ga lekker dit artikel lezen. En dan spreek ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En het is zondag 12 maart. Ik lig in bed nog steeds. Ja, het is nu 11:15. Ik ben net wakker. En ja, ik ga zo meteen uit bed. Ik ga zo meteen lekker ontbijten. En dan ga ik wel kijken wat deze dag mij brengt. Maar eerst ga ik lekker ontbijten. Ik ben dus even al uit bed. Ik heb lekker eventjes in het zonnetje gezeten. En ik heb een bakje cornflakes wat ik lekker ga eten. Het is nu rond 11:55. En ik ga lekker Moordvrouw van gisteren terugkijken. Het is vandaag zondag, maar ik kijk het altijd één dag vooruit. En omdat vanavond een nieuw seizoen komt van Keeping Up with the Kardashians. Dus dat wil ik ook wel gaan kijken, maar dat valt precies rond dezelfde tijd. En Moordvrouw is vandaag afgelopen. Dus ik kan nieuw aan een nieuwe serie beginnen. Even kijken. Mijn media. Ik ga lekker ontbijten en ik spreek jullie zo weer. Huh? In de cabrio. Wow. Yay. Yay. In de cabrio. Boop, 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 boop. My sexy love. Yeah. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess I made, it usually doesn't rain in my sexy love. You gon' have to do more than just, you gon' have to do less when you. Oh, I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. To the candy shop, I'll let you lick a lollipop. Girl, let me love you, I just wanna get to know ya. But don't turn around, cause that pretty round thing's good to me. Just hold on, we're going home. Ay, it's hard to do these things alone. To me, I'll give it to you. I know what you want. I used to believe that we were burning on the edge. Come on, let's spark a new flame. No diggity, no doubt. Although we come to the end of coffee in the morning. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging at the passenger side of his best friend's ride. Trying to holler at what you say. Ooh, cause you only meant well. Jason Derulo. And it's all because of. If I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. Hey, I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. I'm like, yeah, she fine. Wonder when she'll be mine. She walks past, I press rewind. See that ass one more time. Let it burn, let it burn. I can make it bit rock. Say my name, and that's why I need a one dance. Weer naar huis. Een hele zware boodschappentas hier. We lopen nu lekker naar huis. Het is lekker weer. En we gaan lekker eten. Yay! Super zin in kipsalade. Doei! Oké, het is hier nu al 9 uur. En ik heb lekker een chillpakkie aangedaan. Deze trui van de H&M. Broek met die streep hier is van de Bershka. En ja, in de volgende weekvlog gaan we naar het stembureau. Superleuk! En dan ga ik lekker stemmen. Ik weet nog niet op welke politieke partij ik ga stemmen, maar ben jij 18 of ouder en dan mag je 15 maart mag je ook stemmen. Ik zou zeker gaan stemmen, want ja, ik weet nog niet op welke partij ik ga stemmen. Ik moet nog mijn kamer doen trouwens, dat even terzijde.
En dan ga ik bij deze ook de vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog.